Hallo en welkom bij alweer aflevering 7 van de Double Trouble Dartscast. Met vandaag natuurlijk weer twee hele mooie herinneringen van Jacques Nieuwlaat. Het laatste nieuws, en dat is best veel. We kijken naar de kijkersvragen, want die zijn ook weer binnengekomen. Waarvoor dank. En we kijken natuurlijk als van ouds naar de momenten van de week. En dus start ik graag. Met jouw moment van de week. Jacques Nieuwlaat. Ja, momenten van de week. Normaal gesproken zoeken we eigenlijk altijd vrolijke momenten van de week. Dat proberen we in ieder geval. Maar deze keer was, ja, toch mijn moment van de week. Niet zo'n vrolijk uh, moment, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, het overlijden namelijk gisteren van uh, Bruce Pendley. Uh, jarenlang scheidsrechter bij alle PDC-toernooien geweest. Uh, een markante man, een mooie man. Ik heb de eer gehad om met hem samen te mogen werken. In Nederland heeft hij ook wat toernooien gedaan toen de PDC en de, en de BDO een beetje samenwerkten in, in toernooien organiseren. Ja, voor mij is dit de man met de mooiste stem ooit. Als je hem 180 hoort roepen, dan, dan klinkt dat zoals het bedoeld is. Hij en Freddie Williams, inmiddels ook uh, helaas overleden, zij werden ook de twee godfathers van de referees eigenlijk genoemd. Al die termen die je tegenwoordig hoort, zoals uh, Game on. En uh, game shot en de match hebben zij allemaal bedacht. Het feit dat we 180 oproepen, zoals we 180 tegenwoordig oproepen, hebben zij bedacht. Dus er, er gaat echt wel uh, ja, een markante man uh, uh, verloren. Uh, en toch iemand uh, die ik ja, echt vaak heb meegemaakt. Dus ik vind het, uh, uh, ja, het was echt wel mijn moment. Een triest moment, maar wel mijn moment van de week. Ik vind dat je dat heel erg mooi, mooi vertelt, Zo Sjaak. Want je kent hem natuurlijk persoonlijk, zoals je al zei. Ja. Dus het raakt jou ook persoonlijk. En uh, ja, uh, laten we hopen dat, uh, dat, zijn, dat hij niet uit de herinnering uh, weggaat, om het zo maar eens te zeggen. Want dit soort mannen moeten we altijd op, uh, op handen blijven dragen. Over trieste momenten gesproken. Mijn moment van de week is dat ook een beetje. Het is geen echt darts-moment. Maar net als bijna iedereen uh, heb ik natuurlijk met afgrijzen zitten kijken naar het moment dat de, de Deense voetbalspeler Christian Eriksen uh, naar de grond ging en een hartstilstand had, daar uh, nou, hoeven we verder niet lang over uh, bij stil te staan. Uh, gelukkig gaat het allemaal weer goed met hem. Maar ik had wel direct app contact met Raymond van Barneveld, die zei: Ik zit hier te trillen op het moment dat dat gebeurde. En ik herkende dat. Ik, 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 ik had dat ook. Ik had een, een ijzingwekkend gevoel aan Raymond. Uh, zonder dat hij dat echt expliciet zei, uh, moet natuurlijk ook terugdenken aan die twee keer inmiddels al. dat hij uh, op een vloertoernooi uh, onderuit ging. Gelukkig uh, niet met serieuze klachten, geen hartklachten of zo. Maar uh, laten we wel wezen, uh, niet alleen voor, voor mensen als Raymond is dit uh, ja, traumatisch om naar te kijken. ook de mensen die hier getuigen van zijn geweest, wij allemaal. Gelukkig werd het terughoudend gedaan door de regie en gingen de Deense spelers. Om Christian heen staan, zodat uh, uh, het allemaal aan het oog ontrokken werd. Um, maar je zal op een vloertoernooi, uh, op de baan naast Remon, ineens de grote Remon van Barneveld in elkaar zien zakken. Ik denk niet dat je daar heel erg lekker van, uh, van gaat slapen de, de avond erna. Dat, dat heeft een enorme impact en dat zie je nu ook aan het, aan het Deense elftal. Je, ziet het ook, je zag het dus ook aan, aan Remon. Die, die er natuurlijk onwillekeurig ook aan moest terugdenken. En uh, ja, ik had nog een extra uh, soort van uh, ja, gevoel erbij. Omdat ik Christian Eriksen toen hij in Nederland nog bij Ajax speelde... heb ik hem persoonlijk leren kennen. En uh, hij deed wel eens meet and greet voor kinderen, voor een sponsor. En dan mocht ik dat aan elkaar praten. En die paar keer dat we dat met z'n tweeën hebben gedaan... hebben we ervoor gezorgd dat altijd als ik Christian Eriksen tegenkwam... of als hij ergens een wedstrijd moest spelen en ik was erbij en hij zag mij... Dan kwam hij altijd even speciaal een, een hand geven. En dan dacht ik, waar heb ik dat eigenlijk aan verdiend? Zo'n internationale ster als Christian Eriksen, die mij dan gedag kon zeggen. Maar dat is wat de man zo karakteriseert. Het is een, ik ben ongelooflijk blij dat het goed is afgelopen. Dit is zo'n aardige gozer, dat, dat wil jij niet weten. Maar dat was mijn moment van de week. Dus alle twee een beetje somberig eigenlijk. Dat is ja. wel jammer. Hè? Ja, ja, goed. Soms is het leven niet altijd vrolijk. En soms zit er ook sombere momenten in. Ja, toch? Nee. Zullen we ja. naar het nieuws gaan dan? Ja, laat maar doen. Want uh, we zitten midden in de Players' Championship Super ja. Series 4. We zijn halverwege eigenlijk op het moment dat wij opnemen. Ja. Uh, twee winnaars dus inmiddels uh, bekend. Uh, de eerste, Joe Cullen. Hij uh, won uh, het eerste van de vier uh, toernooien. Versloeg in de finale Gerwin Price. Uh, ja, mooie run uh, van Cullen. En ja, zijn tweede al die hij dit jaar wint. Dus, uh... Ja, zijn zevende in totaal. En ik, ik moet toch zeggen, ik heb er toch wel diep respect voor. Want je moet volgens mij om te winnen, moet je zes partijen winnen. Oh, zo. Doe iets. Nou, zeven volgens mij zelfs. Zeven, ja. Maar dat is toch knap. Want ze beginnen om, uh, om twee uur smiddags. En ze zijn om negen uur nog eens een keertje klaar met, uh, met de finale. Dus je moet, uh, je moet je echt zo vaak weer op, opladen. En ik zag ook... Uh, je moet soms heel snel nadat je een partij hebt gewonnen, alweer aan de volgende bak is. Sjaak, zijn daar ook nog regels voor? De, hoe lang er tussen moet zitten? Ja, er zit ongeveer een minuut of vijf tot tien tussen. Je krijgt eigenlijk even de tijd om uh, ja. Ja, even Skort. naar buiten te gaan. Een frisse lucht, uh, frisse neus te halen. En misschien even te toileteren En dan uh, ja, moet je weer, weer verder. Kijk, in die eerste rondes, je, je speelt op 16 borden. Dus, en er zijn 64 wedstrijden in die eerste ronde. Dus ja. dat betekent vier per baan. Dus als jij als eerste speelt, weet je ook, ik heb daarna drie wedstrijden vrij. Dus dan heb je echt ja. wel de tijd. Maar op het moment dat er nog maar één wedstrijd per bord is, dan kan het vrij snel gaan. En als jij ja. een relatief gezien traag speler bent, of een traag bord hebt, en de andere borden naast jou zijn klaar. Kijk, als jij op baan één speelt, dan speel je, als je je bord hebt gewonnen, daarna tegen de winnaar van baan twee. Ja. Maar als die al klaar is, ja, dan moet jij dus in vijf minuten tijd, daarna moet je weer verder. Ik heb een bij... snelle speler, dus die ja, hoef misschien nog dat... te wachten. Ik zag dat gisteren bij Vincent van der Voort. Die had zijn partij nog niet gewonnen. Of hij stond alweer in het lijstje Warming Up. Ja. Dat was echt ongelofelijk. Toen dacht ik, nou ja. Je moet toch wel een beetje bij kunnen komen. Maar je kunt dus nadeel hebben in, in, uh, in zeg maar, je run. Hè? Ja, nou zeg ik er wel bij dat spelers het over het algemeen niet heel erg vinden. om twee wedstrijden snel achter elkaar te spelen. Want je zit toch okay. in het ritme. en dan, dan wil je best doorspelen. En het feit dat je ziet warming up. wil ook niet direct betekenen. dat de spelers al aan de baan aan het opwarmen zijn. Uh, er wordt gewerkt met dart connecten. Er zit gewoon een knopje op. dat de scheidsrechter, als het ware. die bij het bord staat, weer klaar is voor de volgende wedstrijd. En dan geeft hij aan. Warming up, oftewel scheidsrechter is er klaar voor, spelers kunnen gaan uh, opwarmen. Um, ja. Maar ja, het gaat wel vrij snel. Ja, het moet ook wel een beetje snel gaan, want anders duurt zo'n dag veel te, veel te lang. Snap ik. Um, uh, daarover gesproken. Uh, de Nederlanders, uh, nu, ja, gaat aardig. Michael, gisteren in de finale, helaas verloren. Ja. Uh, zeker helaas voor mij. Want jij hebt uh, verderop in de show uh, kunnen wij erop terugkomen. Gaan we uh, ook de zeker Sosa terugkomen? Als... Als... Ja, Sosa als een van de. <laughs> Voorspelde winnaars van, ja. de, van de vier mogelijke. En ik had Van Gerben. Dus uh, ik vond het gisteren heel erg spannend. En toen de afloop bekend was, besloot ik jou maar niet een appje te sturen. Nee, dat, uh, dacht dat was ik natuurlijk. Al. Een... <laughs> hey, trouwens, negen... Jij de eerste dag had je ook gewoon de finalisten. Ja. Price ja. heb je ook. Ja, klopt. Ja, maar, alleen de winnaars stellen, uh, helaas. Ja. Alleen de winnaars stellen. Uh, <laughs> negen dart, darters stellen ook. hè. Ja, Zonneveld wel. heeft er één gegooid. En uh, Nentjes ook. Ja, ik en, heb het idee ook, en ook nog Jim McQueen. Ja, ik heb het idee dat het toeneemt. Nou ja, wat je ziet in, in, met name op die vloertoernooien, en die super series is daar natuurlijk gewoon een voorbeeld van. Er zijn geen afleidingen. Het is uh, twee spelers en een dartbord met een scheidsrechter die ook niks zegt. Dus ja. je merkt gewoon dat het ja, toch makkelijk het niveau gaat omhoog. Maar het wordt ook makkelijker om negendarters te gooien. Gewoon omdat de concentratie hoger is. Er is geen afleiding. Ja. Nee. Ik denk dat het lastiger is om in de Premier League een 30 te gooien als er 10.000 mannen in, in de zaal zit. Dat ja. maakt het echt een stuk moeilijker. Dus je ziet ze gewoon veel vaker uh, voorbij komen. Ja, Nieuw Zonneveld nu ook, dus. Uh, het was ja, ik zeer. moest er wel om lachen, want ik weet niet of ik dit mag vertellen. Maar jij, jij helpt soms wel eens spelers uit de brand, die jou dan benaderen uh, of, ze, of je ze advies wil geven over hun materiaal, over hoe ze staan, een ritme van gooien. Kortom, met al jouw ervaring, ook op dat gebied, word jij wel eens uh, benaderd. En dan nou was jij vorige week uh, in het uh, 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 ja, zeg maar, Darts Cave van, van Oude Water. waren wij samen eventjes. En daar kwam toen ook een van de mannen die nu ineens die 39 gooit, Niels Zonneveld. Ik denk niet dat het toeval is, Jacques. Je bent gewoon een hele hele goede adviseur. <laughs> In dit geval denk ik dat het gewoon zijn trainingsarbeid is geweest die ervoor <laughs> gezorgd heeft. Hou nou uh, op man. <laughs> Pak nou eens een compliment. Ja, ja, ja oké. Okay, nee, dan zal ik het stilletjes accepteren. Uh, <laughs> nee, hoor, ik help wel eens uh, met name uh, spelers en materiaalleveranciers aan elkaar te koppelen. Dus ja. als spelers een nieuwe materiaalleverancier hebben, sommige leveranciers die vragen dan aan mij of ik er eens even goed naar wil kijken. En, uh, wil proberen het juiste materiaal als het ware voor ze te maken. Of ja. te helpen ja. maken. En daar ja, is... was ik vorige ja. keer met Niels. Maar dat nieuwe materiaal is er nog niet. Dus het zou nog beter moeten worden, theoretisch. <laughs> het maakt jou tot een uiterst veelzijdig mens mm. binnen de dartswereld. Ja, gooi hem tegen Wade, hè? Weer Wade. Ja, ja. En, en... Zeker. Wade lijkt het een beetje aan zijn kont te hebben hangen. Uh, dat er altijd negen darts tegen gegooid worden. Dus ik was toch eventjes, ben ik de database ingegaan. Oh, wat leuk. Vertel. Uh, Inderdaad, op tv heeft James Wade meer 39 tegengekregen dan wie dan ook. Zeven stuks. Zeven keer op tv heeft hij 39 tegen. En dat hangt <laughs> ook een beetje in je hoofd. Want Van ja. Barneveld bijvoorbeeld heeft er ook gewoon zes tegengekregen. En daar hoor je nooit iemand over eigenlijk. Nee. Um, hij heeft er ook nog twee op stream tegengekregen, James Wade. En drie op de vloer. Het was zijn derde die hij op de vloer tegenkreeg. Dus twaalf in totaal. Op de vloer. Ik heb even snel door de database heen gegaan. Want het zijn er heel veel op de vloer die gegooid zijn. Maar voor ja. mij is Jamie Keven de speler die er de meeste op de vloer tegen heeft gekregen. Vijf stuks. Maar goed, als er iemand thuis uh, zit nu te luisteren of, of te kijken. en die weet dat daar een, een speler is die er al zes of zeven tegen heeft gekregen. laat het ons alsjeblieft <laughs> weten. Want uh, ik heb het even snel handmatig uh, gedaan. Ja, want als je wil reageren, dan kan je het beste een reactie plaatsen onder uh, dit YouTube-filmpje op YouTube. Maar. Als dat niet kan, omdat je bijvoorbeeld zelf niet op YouTube zit met een, met een kanaal of zo, of niet kan reageren, dan kun je natuurlijk ook via uh, Twitter of uh, Facebook tot ons komen. Okay. Uh, en dan ga je naar de kanalen van MasterCaller daar. Yes. Het handigste is als je daar ook een hashtag bij gebruikt. En dat is de hashtag DoubleTroubleDC. Je moet er altijd een beetje over nadenken. <laughs> maar dat is hem dus. En uh, je reacties zijn uh, altijd welkom. En de mensen die reageren, die zullen straks ook bij de kijkersvragen weer merken. Als je iets vraagt, je krijgt eigenlijk altijd antwoord in deze Dartscast. Even goed de um, hashtag, Dan Laten we, ik... we de hashtag nog even goed doen, want het is DT Dartscast. Oh, DT, dus heb ik het weer verkeerd hey, je gedaan? Heb ik het weer verkeerd gedaan? Ja, dat geeft niet. We ja. blijven net zo lang zo. oefenen dat het een keer goed is. DT Dartscast. Ja, precies. Ja. DT Dartscast. Ja, hey, uh, de sosa dus uh, gisteren. Worden je uh, ja? daar nog wat over kwijt tegen Van Gerwen? Nou, ik, ik ja, ik eigenlijk alleen maar dat ik uh, heel hard zat te hopen dat uh, Van Gerwen uh, deze zou binnenslepen. Puur omdat je een punt wilde hebben, hè? Puur omdat ik dat punt wilde hebben, maar ook omdat ik uh, gewoon een ontzettende fan ben van Michael Van Gerwen. Ik zou het gewoon leuk vinden als hij uh, een van die vier gewoon weet te winnen. Wat mij vooral opviel, is dat je bij de laatste acht uiteindelijk toch vooral usual suspects ja. hebt, hè? En dat, dat zeg maar de vreemde, en nou niet de vreemde ene, maar dat de, de challengers, noem ik het maar even. Het zijn natuurlijk geen challengers in de darts zin. Maar de kleermakers en de van duivenbodens van deze wereld. Die, die komen ver, die halen vaak toch de laatste 16, 32 wel. Maar de laatste acht, dan zie je toch weer gewoon de, de gebruikelijke namen. Met hier en daar uh, een uitzondering. Ik vind Cullen bijvoorbeeld daar wel een uitzondering op. Maar de Sosa inmiddels niet meer. Die man is echt in de vorm van zijn leven, Ja, Hoe ja, ja je is ziet het mogelijk. Ook in, ja, je ziet, de eerste dag speelt hij gewoon 127 gemiddeld in zijn eerste oh, wedstrijd. Dat is echt, niet normaal. echt legendarisch hoog. Maar ja, hij verliest ook wel weer gewoon de wedstrijd Nou, Weet je, dus hij ja. uh, valt soms nog wel. Uh, heeft ook soms wel eens een terugval. Overigens, uh, kleermaker en van Duivenbode. De eerste keer hè, op, op de maandag meteen in de kwartfinale. Wel bij de laatste ja. acht. Uh, dat is dan inderdaad het eindstation. Uh, je ziet wel. Dat het inderdaad, wat jij zegt, over het algemeen toch dezelfde mannen zijn die ver komen. Het is een groepje van een man of 20, 25 ja. zou je kunnen zeggen. En daar komen er eigenlijk altijd zes van in de kwartfinale, zes of zeven. En er zit ja. er af en toe eens één andere bij. Gisteren was dat uh, bijvoorbeeld uh, Richie Edhouse en Ted Everts. Die zaten er. Ja, bij. Ted Everts, ja. ja. Nou ja, Ted Everts heeft natuurlijk ongelooflijk veel jeugd-toernooien uh, uh, gewonnen bij de PDC. Dus ja. die kan het echt wel. Die zou net zo goed als Dimitri van den Berg ongeveer moeten zijn. Alleen die loopt ja. nog wat jaartjes in ervaring achterop hem. Ja. En we zijn er nog twee te spelen. Vandaag en ja. morgen nog. En dat doen we zonder Espinol en uh, Barry. Ja. Uh, want het nieuws was dat uh, net een uh, die was uh, getest voorafgaand, zoals iedereen, niks in het handje. Werd ja. hij toch uh, maandagavond uh, klachten, uh, verkoudheidsklachten, en dan was hij zo slim om uh, dat aan te geven uh, aan de organisatie, die daarop uiteraard direct besloten hem nogmaals te testen. Daaruit bleek dat hij positief testte bij die PCR-test. Ja. En toen is hij, als de wiedewerga, naar huis gegaan uh, om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat het bij één besmetting uh, zou blijven. En omdat uh, Barry, Keenberry Barry, uh, daar bij Espanol in directe nabijheid was geweest. Ja, die, die, hadden dag, de, die hadden de eerste ronde tegen elkaar gespeeld op de eerste dag. Daarom, ja. ja. En uh, is Barry uit voorzorg ook, uh, heeft uh, Milton Keens verlaten. Nou, wij weten uh, niet of er vandaag nog, uh, nog dingen bij komen, maar waarschijnlijk niet. Dus weer buitengewoon accuraat gehandeld. Maar ik moet je er ook bij zeggen dat ik begin langzamerhand ook wel een beetje uh, te vrezen voor het feit dat wij hier misschien wel niet snel meer vanaf gaan komen. Omdat in Engeland de lockdown nu toch weer een maand verlengd is. Terwijl die juist zo, zo ja, open aan het gaan waren. Ja. en We hebben het onder controle. Iedereen gevaccineerd bewijzen van. Dat, maar toch is er dan weer die Delta-variant, die uh, uit India schijnt te komen, die daar nu uh, weer heerst. Waardoor ze toch weer vier weken langer op slot gaan. In ja, de zin ik... van, ja, ja. Het, is een soort, het is toch een soort van lockdown. Het is wel een losse lockdown, maar... Ja. Ik ben toch bang dat we hier nog niet vanaf zijn, Shaki. Nee, het zou het zomaar zo kunnen natuurlijk. Ik moet wel zeggen dat in, in Groot-Brittannië over het algemeen iedereen eerste eerste shot heeft gehad. Ja. Maar de tweede nog niet. Dat is één ding. En uh, wat ik begrijp, maar goed, ik ben echt geen viroloog. Ik ga me er ook niet op glad ijs uh, nee. geven. Maar volgens mij, zelfs als je de, 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 je eerste injectie of je tweede injectie hebt gehad, dan kun je nog wel steeds de ziekte overdragen. Ja. Uh, dus je wordt er, je wordt er niet uh, meer ziek van als je in een ziekenhuis komt te liggen... ...maar je wordt er nog wel, net zoals Espanol, je krijgt nog wel die griepverschijnselen. Ja, en als je ja. dan getest wordt en je wordt positief getest... ...kun je het dus nog wel overbrengen op anderen. En om dat ik risico ja. in te dammen... ...zullen er zeker denk ik nog wel de aankomende tijd maatregelen blijven. Ja. Uh, ja, het, het heeft natuurlijk ook effect nog. Hè. De World Matchplay komt eraan. Dat zou met een volle zaal zijn. Ja, we gaan het afwachten. Ik, ik, dat is echt nog wel een dingetje waarvan ik het ook niet weet... Nee. Uh, natuurlijk worden Espanol en uh, Barry wel vervangen. Dus ze gaan dan zoeken naar vervangers. Ik, ik wist al vrij vroeg dat uh, Espanol en uh, Barry eruit zouden gehaald worden. Omdat op die lijst met vervangers stonden ook uh, Nederlanders en Belgen. Uh, dus die moeten dan gebeld worden om te kijken of ze kunnen komen. Maar het blijkt ja. onmogelijk voor, voor hun om uh, nog in Engeland te komen op zo'n korte termijn. Nee, dus die worden niet vervangen uiteindelijk? Ja, door Britten denk ik. Want ze gaan oh, weer ja. een plekje lager op de, op de rang laten. Oké. Okay ja precies hey, dan nog even iets over het uh, WK van het uh, WDF van ja WDF. ik heb uh, van de week naar een uh, collega uh, podcast geluisterd dat doe ik regelmatig trouwens Inside the WDF heet die um, is een leuke podcast voor zeg maar nou, een beetje de amateurkant uh, van het darten hij heeft altijd uh, wel uh, aardige interviews Andrew uh, Sinclair uh, heet hij die, die dat uh, doet hij heeft altijd wel aardige interviews met mensen uit de WDF uh, hoek zeg maar uh, dus uh, spelers die toernooien winnen uh, we hebben het vorige week gehad over Canterbury Open. Misschien kan je dat ja. nog herinneren. Maar hij had de winnaar van de Canterbury Open in zijn podcast bijvoorbeeld. En dat is toch leuk, want ik kende die man ook verder niet. Maar dan leer je die ook weer een klein beetje kennen. En die wist bijvoorbeeld niet eens dat hij geplaatst was voor de World Masters. Afgelopen week, om een lang verhaal wat korter te maken, want anders worden we weer veel ja. te lang, was Richard Ashdown te gast. Hij is de Chief uh, Development Officer. Dus eigenlijk, uh, hij, hij zorgt dat de WDF een beetje de, op het goede pad komt. Die was de gast en die maakte nog wat dingen bekend voor het aankomende WK in januari. En dat is dat het deelnemersveld dus uitgebreid gaat worden naar 48 in plaats van 40. En de dames van 16 naar 24. En dat is denk ik wel goed nieuws voor de dames. En hij hint er ook al een klein beetje op uh, dat uh, ook de invulling van het speelveld internationaler zal gaan worden. Okay. Uh, dus er zal meer gedaan worden via de regionale rankings, als het ware. En... Uh, ja, dat, vandaar ook dat er meer deelnemers uh, zijn. Um, en ik vermoed, nou ja, ik weet eigenlijk wel dat deze week gaat daar een, uh, de, de, de definitieve criteria, zoals ze het noemen, die gaan gepubliceerd worden. Die zeggen okay. gisteravond, uh, hebben we die afgerond. Mensen die de naam Richard Ashdown horen en denken, uh, 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 die ken ik. Ja. Die kun je kennen van het podium van het BDO-WK. Ja. Daar is hij, zeg maar, de Russ Bray van, uh, van de, het BDO-WK. De John McDonald, hè? De John McDonald, ja, sorry. Ja, ja, ja. Hij kon ja. nog de spelers aan. Little Richard. En Little Als Richard. je hem wel eens gezien en ontmoet hebt, weet je waarom hij zo heet. Ja, en uiterst amabel mens, moet ik oh, zeggen. Ja. Ja, ik Altijd vrolijk, humor. Heel erg aardige kerel. Veel hebben wij het actuele nieuws behandeld? Kunnen we naar de kijkers vragen? Ja, zei, of we er nog... weer een paar verzameld? Ja, dat dan, zijn twee dezelfde, van dezelfde mensen. Dus dat zijn vaste kijkers, waar okay. we natuurlijk extra blij mee zijn. Uh, kijkers of luisteraars, het is maar hoe je het, uh, hoe je het bekijkt. Daniel, namelijk, die wil weten of wij uh, favoriet materiaal hebben. En dan uh, bedoelt hij bijvoorbeeld uh, veel grip of uh, lang, lengte, gewicht van de pijlen. Nou, ik heb natuurlijk, uh, laten we zeggen, ik gebruik de pijlen met Jacques Nieuwlaat zijn hoofd erop. Jacques die gaat hier wat dieper op in, want die gaat, denk ik, nu iets pakken, uh, waar, aan de hand waarvan hij gaat uitleggen Ik had wat natuurlijk het draaiboek. Ik had natuurlijk ja. draai het erbij moeten pakken, Dat had ik het. Ach, geeft het ik al niet. Ik heb het, ik heb het. draaiboek. Jij, jij hoeft alleen maar te reageren. Ja, ja, Vertel wat. Ik, 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 ik speel met deze pijlen. Ja. Wat zijn het voor pijlen? Uh, het zijn, ze zijn van Bols. Ja. Um, en uh, ik vind het fijn om op de barrel, uh, om daar wat deukjes in te hebben. Dus ik weet niet of het heel goed zichtbaar is, maar er zitten deukjes in waar ik mijn ja. vingers in kan leggen. Zodat ik altijd weet, een referentiepunt heb als het ware voor mijn vingers. Verder heb ik er niet al te veel grip op. Als ik er heel veel grip op heb, dan gaan ze bij mij, trek ik ze bij mij de 12 of de 18 in. Dus echt ver bij de 20 vandaan. Ja. Um, ja, verder is de vrij simpele pijl, 25 gram. En ik ben nog, ja, ik, ik kom nog uit een oud tijdperk, zeg ik altijd. Dus ik speel <laughs> gewoon nog met nylon shafts. Die eigenlijk heel, heel, ja, gewoon zijn. Medium uh, variant, dat is eigenlijk de standaardmaat uh, die je altijd hebt. Nou ja, en de flights, dat is het enige wat ik wel gebruik. Ik gebruik zo'n flight punch. Kun je dat zien een beetje? Er zit, ja. Het ringetje zit door de flight heen als het ware. Oké. Okay. En als je hem er dan op doet, die valt er echt nooit Never nooit eigenlijk. Leg. Dus nee. ik hoef nooit te bukken. En ik ben nogal lui aangelegd. Dus dat uh, past bij mij altijd heel goed. <laughs> nou, duidelijke taal. En dan natuurlijk weer de onvermijdelijke DJ Coolcast. Dat blijft toch oh, een held. God, hè? Ja, dat hij nog tijd heeft naast de hond uitlaten. om iedere keer die vraag te stellen. Ongelooflijk. Maar, maar we die, zijn er blij die, mee. Ja, die ver, ver, verzint tijdens het hond uitlaten. altijd gewoon weer een volgende vraag. Gewoon om een mention te krijgen in ja, deze. Nou, geen probleem: Topcast. Uh, die wil weten wat onze favoriete Nederlandse toernooi. ...is dat in, de, in het begin van de, dit millennium nog in Nederland werd gehouden. Want er waren er toen meer, hè, ja Welke waren ja. er allemaal? Oeh, dat is moeilijk. Favorieten. Zuiderduin? Ja. Hm? Zuiderduin? Ja, Zuiderduin is, wel een, is, wel een, is ook voor de spelers die daar naartoe gingen altijd wel een favoriet toernooi. Ja. Omdat het heel gemoedelijk was. En, en, ja. um, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dat toch moet kiezen... ...dan kies ik toch voor uh, de World Darts Trophy. Uh, oh ja? Die werd in Utrecht gehouden, de Verse banen. Oh ja. uh, eigenlijk naar aanleiding van Raymond zijn twee WK-zegen, in 1998 en 1999. Toen bedachten we in Nederland, we moeten hier ook toernooien gaan doen. Nou, toen werd eerst de Brandstaf Masters gehouden in Eindhoven één jaar. Uh, Brandstaf was toen de tijd een uitzendbroek, volgens mij bestaat dat niet eens meer. En Raymond was een beetje een uh, gezicht van de organisatie. En die organiseerde toen een, uh, een darttoernooi in Eindhoven. Uh, op twee podiums tegelijkertijd. Dat was best wel uh, inventief. Maar ja. dat is na één keer niet meer gehouden. Dus, uh, en, en een beetje daaruit voortkomend kwam uh, de World Darts Trophy in 2002, denk ik. Uh, in Utrecht, in de Vegse Baan. En eigenlijk was dat hetzelfde format als op het WK werd gespeeld, maar dan in Nederland. Dus ook negen okay. dagen, lange wedstrijden over sets. Uh, SBS pakte dat toen de tijd op, want daar zat het Dart toen en dat werd echt groots neergezet en dat, zeker het eerste jaar was het echt een succes de beste spelers van de wereld uit de BDO. maar toen wisten we eigenlijk nog niet zo heel veel van de PDC dus toen was dat gewoon de dartswereld in Nederland ja en die speelden daar en best wel een ja, grote ijshal was het de, de baan, of is het hij bestaat nog steeds volgens mij maar er zeker 3000 man in of zo dat was voor die tijd waren dat ongekende aantallen ja. En, dat, en die eerste editie was ook best wel redelijk uitverkocht. En dat was ook uh, een beetje het, het debuut, het, voor mij als commentator, min of meer samen met Leo Oldenburger. Oh ja, Wij deden daar onze bijen. eerste wedstrijden samen. En uh, ja. vanaf dat moment zijn we ja, een jaar of negen uh, een, een koppeltje geweest. Ja. <laughs> dus ik heb ja. er wel hele goede herinneringen over. Het werd altijd goed gespeeld ook. Dus het was echt een leuk toernooi. Oké, okay, nou ik kies voor Zuiderduin en dat is dan vooral het sfeertje. ...en uh, dat vaak zo relaxed is... Uh, ja. ...vooral onder de mensen die uh, op tijd waren... ...en uh, in het bijbehorende hotel ook een kamer hadden kunnen boeken... Uh, ...die waren natuurlijk uitermate relaxed... ...want die hoefden alleen maar de lift te pakken... ...om uh, bij het podium te komen als ze moesten spelen. Hey, dan nog uh, iets anders... Uh, Even een, een, een sidestep, wat we dan een beetje ander dartsnieuws noemen. Ja. Het paradarten, wat wij zelf uh, omarmen, uiteraard. Zeker. En dat, uh, dat merken de mensen wel uh, als er bijvoorbeeld uh, gasten zijn tijdens het WK aan tafel. Uh, dan willen wij dat zo divers mogelijk uh, inrichten. Dus uh, alle richtingen binnen het darten. ...nemen wij serieus, zo ook het paradarten. Ja. Jij, uh, jij hebt daar iets over gevonden, hè ja, ik, ik kwam iets tegen uh, uh, op Twitter en ik, denk, ik vind het leuk om gewoon even te delen. Uh, er, was, er is een man, een timmerman denk ik, uh, uh, volgens mij als ik het goed gezien heb... ...in Nieuw-Zeeland volgens mij komt hij vandaan. En die maakt zelf uh, een dartsysteem speciaal voor paradarters. En ik kwam op toernooien kom ik vaak en dan zie ik twee borden naast elkaar hangen. Hè? Eén op normale hoogte, dat gaat ja. vaak voor de staande spelers... En een bord dat laag hangt. En dat is dan vaak voor de rolstoelspelers. Ja. Maar dan heb je twee banen naast elkaar. En neemt best wel veel ruimte in uh, beslag. En toen vond ik dit filmpje. En ik vond het eigenlijk best wel grappig. We kijken er even naar. Ja. Kijk, en dat lijkt mij de ideale oplossing. Voor de luisteraars, je ziet een, uh, een, uh, een dartboard, drie dartborden eigenlijk. Ja. Die, dat is vastgemaakt aan een soort van, uh, hoe moet je dat zeggen, rail. Uh, waardoor die in hoogte uh, makkelijk verstelbaar is. Dus je hebt niet meer twee borden nodig. Je hoeft alleen zeg maar, die rails aan de muur. Aan te brengen en dan kun je het dartbord omhoog en omlaag schuiven. Dat is voor ja. de mensen die het filmpje niet hebben gezien. Geniaal, joh. Ja, dat, dat vond ik ook. Dus ik denk, nou, ja, ik vind het leuk om te delen in ieder geval. Ja. En dan, uh, ja. Maar de beste ideeën zijn ook de meest simpele ideeën. Ja, precies. Ja. Ja, ja, en ik denk, ja, eigenlijk is het een soort ei van Columbus. Dat vond ik in ieder geval. Um, We zijn alweer veel te lang geworden. Dus ja. graag, Jaak, nog eventjes de, ja, de memorabilia, noem ik het altijd maar. Uh, jouw stap in het verleden. Precies. En uh, die uh, is altijd relevant gemaakt uh, door uh, laat zeggen, de week of de datum waarop we dit opnemen. Ja. Vertel. Het is vandaag woensdag 16 juni, dus we beginnen deze week met een verjaardag. En dan wel van deze man, Michael Ploy. Hij is 37 jaar geworden. Hij uh, speelt uh, de afgelopen jaren vaak uh, bij de PDC. Heeft geen tourkaart, maar uh, haalt wel vaak de Eurotour-toernooien en zo. En, uh, uh, ja, goed, hij is vandaag 37. Van harte gefeliciteerd, Michael. Felicitat. En deze dame uh, is op 16 juni 1942 geboren. Uh, dit is Lillian Barnett. En nou kan ik me voorstellen, Koert, dat jij denkt. Nee. nee, precies, dat dacht ik al inderdaad. Dat geeft helemaal niet. Uh, nee. Zij won de Winmow World Masters in 1985, dat wow. is de vierde editie van de World Masters. Je ziet er ook uh, op het plaatje met de beker die ze gewonnen heeft. En zij is de eerste dame van het zuidelijke halfrond die uh, zo'n grote titel wist te winnen. En okay. tot nu toe is zij ook de enige die de World Masters vanaf het zuidelijke halfrond heeft gewonnen. Ze is overleden in uh, 2018, dus een paar jaar geleden inmiddels. Maar zij is wel echt een van de voortrekkers geweest voor het damesdarten, met name in uh, ja, Australië en Nieuw-Zeeland. Ze komt uit Nieuw-Zeeland zelf, maar met name in Nieuw-Zeeland is zij echt een grote naam. En ik vind het een mooie dag om toch even uh, bij haar stil te staan. Dat doe je weer heel erg respectvol en mooi, Jacques. De, de toernooien nog even doornemen ja, van goed, de afgelopen we de super, Ja, we hebben de Super Series gehad natuurlijk. Die hebben we besproken. Daar komen we volgende ja. week nog eventjes op terug. Uh, omdat we dan nog twee toernooien te bespreken hebben. Het ja. International Youth Challenge in Hongarije was van de WDF het afgelopen weekend. Geen uitslagen van nog. Dus die schuiven we ook even door naar volgende week. Wel uitslagen van het Gibraltar Open. Uh, dat was eigenlijk het eerste rankingtoernooi van de WDF in Europa van het jaar ja. uh, bij de heren gewonnen door Gavin Smith uh, de 66 deelnemers op zich wel een aardig aantal denk ik voor zo'n eerste keer uh, bij de dames viel het allemaal wat tegen acht dames kwamen er slechts naar Gibraltar toe ja het is wat het is op dit moment je kunt er niet veel aan doen Laura Turner heeft uh, die gewonnen dus haar vijfde uh, internationale ranking-titel die ze op haar naam heeft gestaan. En bij de jeugd waren er 15 spelers. En die werd gewonnen door Caden Smith. Okay, en dat was duidelijk betaald. Afgelopen De weinig. toernooien van de komende week. Natuurlijk, die superseries. Ja. Uh, 15 en 16 moeten nog worden gegooid. Op het moment dat wij dit opnemen. Op het moment dat je dit zit te kijken of luisteren. Uh, is dat misschien al gebeurd. Maar dat maakt verder niet uit. We komen daar volgende week nog uitgebreid op terug. De Nieuw-Zeeland Masters staan op het programma. En dat gaat ook, geldt ook, en Sjaak heeft dit opgeschreven in het draaiboek. en ik moet daar wel een beetje om lachen. The Cherry Bomb International. Ja. Weet je wel zeker dat dat Darte is? is? Ja, dat, dat, dat de is paaldansen? zeker darten. Ja, in, 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 het, het, het toernooi wordt gespeeld in Amerika. En in Amerika hebben ze fantastische namen voor hun toernooi. En omdat we <laughs> iedere week nu die toernooien gaan noemen, je gaat echt <laughs> nog prachtige uh, namen tegenkomen. Daar ben ik van overtuigd. Hé, hey, uh, je hebt het lang uitgesteld, maar we gaan er echt uh, nu uh, toch aan komen. Ja, de weddenschap van de week. Er yes. staan er nog twee open. De eerste is: hoeveel Nederlanders doen er straks mee aan de World Matchplay? Is nog geen antwoord op te geven. Ik ben positiever dan Sjaak. Ik hoop en denk zes. Sjaak is realistischer en die heeft het op vijf Nederlanders Ik staan. Ik denk, volgens mij op dit moment, kort. as we speak, heb jij gelijk. Volgens mij is ja, mijn de... kleermaker er net ja. in geschoven. Maar dan moet de kleermaker verder, uh, laten we zeggen, de goede prestatie die die laat zien. Op uh, deze Player Championships wel uh, nog even doorzetten. Ja. Dat hij niet weer ingehaald wordt door een, uh, een, een concurrent. Dus succes, Martijn. Help mij bij deze weddenschap. Die heb ik namelijk nodig, die hulp. Omdat de tweede weddenschap, daar ga ik denk ik zometeen ongelooflijk nat mee. De vraag ging over deze Super Series. Allebei noemden wij vier namen. Ja. Waarbij wij uh, voorspelden dat uh, iemand een van die uh, dagen als winnaar zou uh, uit de bus komen. Mijn rijtje, Price, Duivenbode, Van Duivenbode, uh, Raymond en Michael van Gerben, was een beetje chauvinistisch. Ook hier is Jacques weer realistischer. Die had Kleten, dat kan nog gebeuren, want die staat opnieuw lekker te gooien ja. hier en daar. De Sosa heb jij al te pakken, dus het staat 1-0 voor jou. En jij noemde ook nog Ratajski en Clemens. En ik zag gisteren Clemens, toen begon ik ook een beetje ja, nattigheid te voelen, want uh, die is heel ver gekomen gisteren, hè? de laatste vier volgens mij. Ja, die kwam, die kwam een flink eindje inderdaad. Dus ja. ja, ik heb nog wel een goede hoop. Kullen heb ik een beetje over het hoofd gezien, moet ik eerlijk zeggen. Achteraf gezien, ja. Kullen speelt het hele jaar al goed. Die hadden we misschien ook nog wel kunnen kiezen. Maar ja, je moet ergens een keer kiezen. Het uh, die... ziet er nou uit dat jij die in ieder geval uh, binnen gaat trekken. Want nou, ik heb één puntje voorlopig. Ja, ja. ja, ik heb twee finalisten. Maar daar koop je niks voor. Nee, daar krijg je nul punten voor precies. En moeten we Zero nog wel een weddenschapje voor de aankomende week uh, doen. Wil je nog wat wedden, aankomende week? Uh, nee, nee. Ik vind, nou, ja, als jij nog iets leuks weet. Ja, maar we moeten ik... toch iets doen? We doen een weddenschap van de week. Dus moeten we iets wedden. Speelt Nederland okay. uh, de, de, de aankomende week? Ik heb geen idee. Ik ben niet zo van dit voetbal. Oh, je bedoelt voetbal. Jawel. Uh, donderdag tegen Oostenrijk. Nou, zullen we die doen dan? Hoeveel wordt het? Uh, ik heb Oostenrijk gezien. Dat zijn wel strijders. Ik vond het Nederlands elftal ook lekker voetballen. Ondanks 5-3-2 als systeem. Maar kregen ook makkelijk goals tegen. Ik zet hier opnieuw een 3-2 voor Nederland. Waarvoor dank dat ik dat als eerste mocht zeggen. Nou ja, ik heb, ik heb toch geen idee. Maar ik zet mijn oranje pet op en ik zeg 2-0 voor Nederland. 2-0! Wel wordt. ja, tuurlijk. Okay. Die verdediging wordt even dicht in met aankomende week. Dat komt helemaal goed. Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Heb je aanbevelingen? Of wil je sowieso alleen maar gewoon contact met ons? DT Dartscast en de hashtag ervoor op alle sociale media. Uh, je kunt ons op YouTube volgen via het kanaal MasterCaller180. Uh, dat moet er wel achter natuurlijk. Ja. Op uh, Twitter en op Facebook is MasterCaller ook makkelijk te vinden. Uh, daar zijn wij ook bereikbaar. En als je nou echt denkt van ja, nou, ik heb er allemaal geen zin in. Uh, ik stel uh, Jacques of Koert gewoon een vraag op Twitter op hun persoonlijke account. Nou, dan zien wij dat echt wel door de vingers. Uh, en dan hoop ik dat ik het lees. En dan kan ik het voor jullie volgende week voorleggen aan de man die de Mastercaller 180 is, Jacques Nieuwland. Jacques, um, we zijn er doorheen, hè? Yes, scoort. Het is 32 graden buiten, dus we gaan snel naar buiten toe. Uit die zon. Ja, maar jij gaat golven, hè? Ja, ik ga een rondje uh, golfen vanmiddag, inderdaad. Ik, oh. ik ben daar dit jaar eigenlijk weer een klein beetje mee begonnen. Niet zozeer omdat ik nou heel goed kan golfen, maar meer. Uh, om een beetje te wandelen en een beetje in beweging uh, te ja. blijven. En, uh, ja. Ik kan er ook helemaal niks van, dus het kost me iedere, iedere week nee, een zak ballen, maar dat maakt me niet uit. Maar voor, voor mensen zoals jij en ik is golven ook gewoon een, een, een mooie wandeling, af en toe onderbroken door een spelelement. En dat is gewoon hartstikke leuk. Zomaar wandelen is eigenlijk ook niet leuk. Af en toe een klap geven ja. tegen een balletje, dat is weer een beetje afwisselend, toch? Ja, precies. En ik, uh, als ik uh, zo'n dagje speel, dan zie ik die hele golfbaan van links naar rechts uh, en soms ook uh, richting de hol. Ja, voor de YouTube-kijkers met excuses voor de donkere omgeving waarin ik mij bevind. Het komt omdat de gordijnen dicht zijn uiteraard op mijn zolder. Geen airco, wel heel veel zon, dus ik heb de gordijnen dicht gehouden. Het is het beeld wat al natuurlijk in mijn geval nooit helemaal, dat uh, je zegt optimaal beeld, met zo'n rotkop als ik, nu nog een keer is wat donkerder. Ik heb wel begrepen dat uh, uh, er steeds meer mensen daarom misschien ook wel luisteren naar deze Dartscast en, en niet zozeer kijk. Dat is mooi. Um, we hopen dat we groeiende zijn met yes. deze Double Trouble Dartscast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer. Toch, Sja? Yes, volgende week. En daarna gaan we er even tussenuit. Maar eerst volgende week. Dan gaan we op uh, vakantie. En over de vakantieperikelen van Jacques Nieuwlaat <laughs> gaan we volgende week praten. Tot dan!